bereidt u zich voor op de vaste van Daniël. 21 dagen de Heilige Geest behagen. Vanaf 22 september tot en met 13 oktober. Hi iedereen, ik ben Sarah en ik ben van UKGR de vestiging in Eindhoven. En ik wil aan jullie vertellen een beetje hoe was mijn leven voor de Heilige Geest en hoe het is nu na de Heilige Geest. Ik ben eigenlijk in de kerk opgegroeid. Ik kwam zelfs vaak naar de kerk. Maar op een gegeven moment, toen ik ongeveer 12, 13 jaar was, begon een grote verdriet in mij. Fysiek gesproken had ik wel alles dat ik nodig had. Ik had liefde van mijn familie. Mijn cijfers op school waren goed. Maar ik begreep niet waarom deze verdriet in mij. Heel vaak ging ik huilen. En mijn ouders wisten dat niet eens. Maar ik ging huilen en ik vroeg altijd mezelf, waarom huil ik? Want ik heb alles. Ik heb mijn ouders, die geven me liefde. Ik heb alles dat ik nodig heb. Dus waarom huil ik? Dus ik begreep het niet. Maar ik dacht misschien, ja, iedereen maakt dit mee. Dus dat is misschien normaal. Dus ik heb niet zoveel aandacht gegeven aan deze situatie. En de jaren gingen voorbij. Tot het moment dat mijn situatie erger werd. Nou, ik ga niet zeggen dat ik ken de wereld. Ik ging niet naar de wereld. Ik heb geen drugs gebruikt. Ik heb geen alcohol, niks van dat. Maar in mijn diensten was een grote leegte, zelfs in de kerk. Ik kwam naar de dienst, ik hoorde over het woord van God, maar voor mij, die woord was voor de andere mensen. Want dat had ik niet nodig. Zo was ik, zo dacht ik. Dus de jaren gingen voorbij en ik begon stemmen te luisteren in de nacht. Dit groeit in mijn binnenste een grote angst. Ik was heel bang voor het donker. Het was heel moeilijk om te slapen, want ik had altijd het gevoel dat er was iets onder mijn bed. Er was iets daar in mijn kamer dat mij zou pakken, mij zou doodmaken. Dus ik leefde in angst. En het kwam een moment dat ik zei van, het is genoeg, dat kan niet meer. Ik wil weten wie deze God is. Dat mijn ouders over praten. Wie deze God is, de mensen die ik hoor in de getuigenis. Wie is die God? Dus ik begon te zoeken en ik kwam een campagne van Israël. En daar zag ik de kans om deze bevrijding te krijgen. Deze leegte te vullen. Deze angst helemaal weg te halen van mijn leven. En ik ging met volle kracht. Ik heb mij alles gegeven. En plotseling werd ik ziek. En op die moment begreep ik ook niet, want ik was gewoon 100% gezond. En plotseling werd ik ziek, waar ik niks kon eten. Waar ik op een gegeven moment niet eens mijn lichaam kon voelen. Ik kon niet meer lopen, ik kon mijn armen niet meer voelen. Dus het was een heel erge situatie. Maar ik ging door en strijden. En op die moment dat ik mijn envelop, mijn offer heb gelegd op het altaar, al die ziektes gingen weg. Ik werd daar 100% bevrijd. En daarna kwam ook de vast van Daniël, de eerste vast van Daniël. En ik heb daar deel genomen, want oké, ik bleef nog steeds aan het horen over de Heilige Geest. Maar wie is de Heilige Geest? Wat is de Heilige Geest? En daar wilde ik meer over weten. En ik heb mezelf 100% gegeven aan deze vast van Daniël. Van alles gedaan dat God heeft aan mij gevraagd. En in de eerste vast van Daniël heb ik de Heilige Geest ontvangen. En het was heel interessant, want ik was niet eens in de kerk. Ik was thuis. Iedere dag middags ging ik bidden met bisschop Macedo. In mijn kamer, daar heb ik mezelf gegeven aan God. En in die gebed heb ik de Heilige Geest ontvangen. En dat was een nieuwe leven. Ik kreeg een nieuwe leven. Ik kreeg een grote vrede in mijn binnenste. Een grote blijdschap. Maakt niet uit wat ik meemaakt hier in de wereld. De problemen, de situaties. En maakt niet uit. Dat stelen mijn vrede niet. Ik heb vrede. Ik kan goed slapen. Al de angst dat ik had van het donker. Alles is weg. Alle haat dat ik had. Wat ik had, een grote haat in mijn binnenste. Alles is weg. Ik kan wel zeggen dat ik ben 100% een nieuwe persoon, een nieuwe leven. Bereidt u zich voor op de vaste van Daniël.
21 dagen de Heilige Geest behagen. Vanaf 22 september tot en met 13 oktober.